Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de avond is er kans op enkele lichte tot matige buien die op sommige locaties gepaard gaan met onweer in het binnenland. Tegen het einde van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen, gedurende de dag, is het overwegend droog, alhoewel er kans is op plaatselijke lichte tot matige buien. Ook kunnen er windstoten voorkomen, voornamelijk in de kustgebieden. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het langs de kust af en toe winderig kan zijn met 20-40% kans op windstoten. Verder is er kans op matige tot mogelijk zware neerslag die gepaard gaan met onweer voor het binnenland. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.